De aanvoerder, Roald de Vries. De enige echte uh, dvs mag je wel zeggen, als je dat in uh, jaren zo uh, uittelt. Ja, in jaren zeker, ja. ja absoluut. Ja. Dat kunnen we wel zeggen, want je bent bij Vitesse geweest uh, een tijdje en Spakenburg. Maar voor de rest is het gewoon DVS. Ja, ja klopt. Ja. En uh, uh, ja, dat bevalt uh, kennelijk op een of andere manier. Absoluut, absoluut. Uh... Kijk, jaren geleden natuurlijk eerst gespeeld hier, hoofdklasse, topklasse, derde divisie. Nou, nu hopelijk uh, de laatste stap naar de tweede divisie. Je bent uh, aanvoerder uh, inmiddels ook en een uh, beetje vertegenwoordiger van uh, zeg maar de blijvers. Mm. Hè, de, de, degene die uh, niet, niet, niet de nieuwelingen. Um, ja, dat moet je toch wel een gevoel van trots geven. En bovendien ook nog een tweede vraag erbij. Uh, ben je een beetje trots op deze selectie? Uh, ja ten, op je eerste vraag uh, zeker trots dat ik weer uh, twee heb verlengd maar ook inderdaad dat ik blij ben en dat vind ik ook wel steeds belangrijker worden in het begin van je carrière kijk je toch veel naar jezelf maar de laatste jaren kijk ik ook vaak van uh, wie blijft er nog meer en kunnen we inderdaad echt een groep bouwen met acht negen man die wel standaard gewoon uh, meerdere jaren hier willen blijven om uiteindelijk uh, ja, je doel te bereiken dat doel is ja toch promoveren naar de tweede divisie ja hè ja. Heel eerlijk hè? Ja, absoluut. Ja, dit jaar uh, kan het nog steeds. En het wordt natuurlijk uh, na zaterdag wel weer lastiger. Want we hadden alles in eigen hand. Maar uh, ja, en alles volgend jaar met een uh, nieuwe trainer en weer een, ja, een nieuwe selectie, maar wel een grote selectie die gewoon blijft met een paar nieuwelingen erbij. Ja, is daar ook weer de kans op. Dus uh... Robert, heel veel succes daarmee. Ja, dat gaat goed komen. Oké, okay, bedankt. De echte DVS'ers weten natuurlijk al lang uh, wie, uh, wie ik voor me heb, uh, Luc uh, Oosterling. Uh, je hebt al een uh, seizoen uh, meegedraaid met trainingen en uh, ook met het tweede elftal. Ik wil je feliciteren met het uh, contract uh, wat je getekend hebt, uh, A-selectie. Dankjewel. Ja. Ben je er blij mee? Ja, zeker. zeker. Ja, weer een stapje hoger natuurlijk. Eindelijk bij de A-selectie, dus dat is uh, altijd goed. Uh, hoeveel, uh, hoe, hoeveel jaar heb je bij de jeugd uh, van DVS uh, gespeeld? Uh, ik heb vorig jaar één seizoen uh, in de A1 uh, gespeeld. En toen uh, nu dit jaar speel ik bij de B-selectie. Dus uh, ja, aan het eind van het en twee seizoenen. Zeg maar. En voor de A1-selectie, waar speelde je toe? Uh, ja, ik heb uh, ja, in de jeugd uh, ja, vroeger dan bij, in Amersfoort gewoon, uh, bij amateurclubs gespeeld. Toen ben ik uh, naar FC Utrecht gegaan, heb ik vier seizoenen gespeeld. Tot en met de C1. Toen heb ik één jaartje bij uh, Roda46 in Leusden gespeeld. En toen uh, uiteindelijk ben ik naar Almere City gegaan. Vanuit Almere City naar uh, DVS. En uh, je hebt het hier uh, naar je zin? Zeker, zeker. Ja. Ja? En je groeit, uh, je groeit uh, volgens mij ook gewoon alleen maar door. Ja, ja. hopen dat het uh, volgend jaar ook uh, hetzelfde gaat. Ja. Oké, okay, dat hopen we met z'n allen van harte. Welkom en uh, gefeliciteerd nogmaals met je contract. Ja, stop, dankjewel. Oké, okay, Luc, bedankt. Voor mij Melvin van de Beten, de huidige keeper van? Dvs onder 19, 1. Ja. En daarvoor? Uh, daarvoor heb ik bij Piksvolle een jaartje gevoetbald. En daarvoor nog vijf jaar bij FC Twente. En uh, ben begonnen bij VVG, aan de andere kant. Dus, uh, <laughs> maar nu hier. Sinds, uh, heb je daar nog banden mee met uh, de groenen? Nee, helemaal niet. Nee, ja, ik ken een paar vrienden die nog voetballen, maar uh, nee, verder is het echt uh, nee, niks. Oké, okay. hey, en uh, ja, het gaat goed met uh, onder de 19? Ja, klopt. We staan nu uh, bovenaan, we staan zes punten los. Dus uh, als alles uh, goed, ga goed gaat zoals het nu gaat, dan uh, nou, worden we kamp kampioen, denk ik. Ja, en Dat is uh, kennelijk uh, mede dankzij jou, want anders was je niet in het pulletje gevallen en had je nu niet een uh, contractje getekend. Nee, klopt. Nee, het gaat goed dit jaar. Ik heb uh, nu 11 wedstrijden gespeeld en 7 uh, goals tegen. Dus uh, nee, dat gaat zeker goed. Super. We wensen jou uh, ongelooflijk veel uh, succes uh, samen met uh, de andere keepers. Ja, dankjewel. Komt goed. Oké, okay. prima. Heel mooi bedankt. Top. Een bekende. En hij heeft getekend. Soufian Moro. Uh, ben je daar blij mee? Ja, zeker. Maar ik zei vanaf het begin dat ik het hier namens zin heb. En uh, des te makkelijker was het voor mij om te tekenen. En uh, uiteindelijk is het dan gekomen weer. Ja. Ja je, je, ja, je sprak er eigenlijk al in het begin over van uh, ja, je, je kunt goed uh, de manier van spelen dat, uh, dat past bij jou. Maar je, ja, je ligt ook goed in de groep en de groep ja, vindt dat jij ook uh, ja, daar uh, goed aan meedoet. Ja, zeker, dat zeg ik ook. Ik ben goed opgevangen vanaf het begin af. En dat is voor mij ook makkelijker. En uh, ja, ik krijg het vertrouwen van de groep en uh, ik kan met de groep omschieten zijn met mij. Daarom zeg ik ook, dan, dan is het voor mij ook makkelijker voetballen. En met het speelstijl die we spelen hier bij DVS, is, is niet nieuw voor mij. En uh, daar, dus, daar, daar uh, val ik op. En uh, dat was het ook makkelijker voor mij. Ja, en ik denk dat het publiek ook gelijk uh, behoorlijk positief op jou reageert. En volgens mij vind je dat ook alleen maar leuk. Ja, zeker. Uh, wat ik ook zeg, mensen kopen een kaartje voor de wedstrijd. En uh, je moet hun laten genieten. Je geniet zelf ook. Maar het meeste moet je ook de publiek laten genieten. Hun zijn dus toeschouwers die je nodig hebt in wedstrijden, moeilijke wedstrijden of makkelijke wedstrijden. En als ik als toeschouwer naar een stadion ga, wil ik ook genieten. En hun wil hetzelfde hier. En als ik elkaar als ik laten genieten, dan ja, is voor mij de helft al geslacht. Moro, Soufiane, blijf elke wedstrijd je visitekaartje afgeven, jongen. Dankjewel, straks zeker. Oké, okay. bedankt.